Johan, hoe gaat het met je? Uitstekend. Wat kunnen volwassen mensen kinderachtig zijn als op tafel, zeg? Ja, hè? Dat doe ik toch hopelijk niet altijd aan mee, of wel? Elke week. Twee keer per week doe je dat? Ja, dat doe je aan mee gewoon. Oké. Nou, als de kijkers het leuk vinden, dan vergoed dat veel. Ja. Maar hoe gaat het nu echt met je? Nou, het gaat eigenlijk bewonderingswaardig goed. Kijk, ik heb natuurlijk een zware hersenschudding, een paar scheuren in mijn schedel, een gecompliceerde armbreuk, overal bloeduitstortingen en allemaal hechtingen in mijn kop. Maar ik voel me eigenlijk kiplekker. Ja. Wel, ik slik wel trouw mijn pijnstillers, hoor. Ja, maar je hebt van de week gezegd tegen mij dat je denkt dat je er volgende week vrijdag weer bij kan zijn. Maar dat kan toch helemaal niet? Dat is toch onmogelijk? Jawel, dat denk ik wel, hoor. Een beetje fatsoenlijk. Als ik er een beetje fatsoenlijk uitzie. Maar je wilt toch niet een boeiende uitzending maken met die drie saaipieten aan tafel? Nee, hij klinkt alweer een beetje ouderwets. Ja, dat kan wel. Maar je weet nog steeds, je kan het je nog steeds helemaal niet herinneren wat er gebeurd is. Dat is nog steeds niet. Nee. Ik zelfs de ziekenwagen heb ik niet meegekregen. Later heb ik gehoord dat de ziekenwagen niet startte. Toen moest er een andere komen, maar dat heb ik niet meegekregen. Ik werd eigenlijk op de tafel in het ziekenhuis wakker dat ze me aan het hechten waren. Ik heb nog nooit eerder een verhaal gehoord van een ziekenauto die niet wil starten trouwens. Dit is wel vrij uniek. Nee, ja. Maar ze hebben dus wel twee ziekenauto's daar in Drenthe, begreep ik. Blijkbaar, want ja. Er kwam een andere. Ja. En hoe gaat het nu met je vrouw? Want ik heb er aan de lijn gehad een paar keer. Die was natuurlijk zich helemaal rotgeschrokken. Gaat het ook weer beter met haar? Jawel. Maar die is wel erg geschrokken. Want die heeft mij daar beneden aan de trappen opgeraapt, weet je wel. En dat was een bloedbad. Want er zat bloed overal. Want het is natuurlijk een behoorlijke hoge trap. En ik ben zomaar daarin gestapt. En ja, dan maak je een klap. En omdat je dan natuurlijk je hand instinctief vooruitsteekt, breek je je arm. Ja. Maar ik ben al lang blij dat ik geen gebroken heup heb. Want iedereen van 70 die van de trap laatst had, heeft een gebroken heup. En het ergste wat je kan overkomen is een dwarslesie. Dus ik ben als een kind zo blij dat ik met deze blessures ben afgekomen. Ja. We hebben hier ook een kaartje voor je. Even kijken, heb je die allemaal al ingevuld? Oh, Frans Bauer. Goed toch, Frans Bauer? Ja. Ja, prachtig. Nee, leuk toch? Dan voel je beneden een stuk beter. Ja, dat is gewoon hartstikke goed, Frans Bauer. Nou, het was wel heel verrassend voor mij dat ik veel meer vrienden blijk te hebben dan dat ik dacht. Want ik ben overladen met bloemstukken en kaarten uit de gekste hoeken. Wat was de gekste dan? Wat je niet verwacht. Claudia de Breij, Casper van Eyck, Jan Smit, de voetbalvereniging Emmen, Louis van Gaal. Oh nee, die laatste niet. Maar hij is toch bijzonder. Mensen houden van je, Johan. Dat is toch een heel fijn gevoel dat je dat nu eindelijk een keer weet. Ja, maar je moet eerst bijna je nek breken voordat ze van je houden. Dat is wel weer waar. Wil je niks missen van Veronica Insight? Download nu de Veronica Insight app. En snel!